Goedemorgen, we zijn met z'n tweeën vandaag. Ja. We hebben net geshopt. We gaan nu weer shoppen, want daarachter is de Mediamarkt. Ook zijn we even langs de Jumbo geweest. En ik heb net even iets op het werk moeten doen, dus dat hebben we ook gedaan. Haren geknipt, kijk maar eventjes. Ja, mooi. Moet ik filmen? Nee hoor, het staat er enkel op. Nou, even naar de Mediamarkt en dan gaan we vanavond chillen. Ja, vanavond. Oh, vanavond? Ja. Weet ik nog niet, ik heb nog geen planning. Okay. Nee, we gaan even kijken of er vandaag wat te kopen valt in de Mediamarkt. Denk ik niet, want het is best een kleine winkel. En dan zien we daarna wel. Nee, de winkel. Kun je die gratis meenemen? Gratis? Weet ik niet. Er staat geen prijs mee. Ja, vraag even dan of je die gratis mag meenemen. Het is gratis. Wat stopt me in de tas? Nee. Oh. Dat wil ik dan allemaal. Dat wil ik ze allemaal. Ik zie ineens die tas vallen. In mijn ogen gezet. Ja, kom op. Daar gaan we. Ja, die ligt er mee niet. Hallo, ik wil niet zo lang, hè. Ja, op een nog verdomme nieuwe auto. Jaren 60, joh. Hier, die auto. 60, 70, 80. Dit is een 10, joh. Dit is een 10. Oh, klik met vers met die. Nou, kom op, joh. Eerste race. Meteen goed beginnen. De kom op, daar gaan we. Hoi, joh. Wat zeg je? Op alle keer, net als in het echt. Terwijl Joran de race is, ga ik even mijn nieuwe vest aandoen dat ik net heb gekocht. Even een kaartje eraf halen, anders gaat het alarm dadelijk hier ook af. Nou, dit is dus het vest wat ik net heb gekocht bij de Sting. Sting staat er op mijn tasje. Super chill, die zit echt fijn. Binnen is het lekker warm, zit goed. Esje was net te klein, dus Emmetje. Toch? Wat is het ruimte voor hier, hè? Denk het wel. Op je rijbewijs is niet. Ik wel. Nee. Okay. Ik wel. Oh, dat gaat goed, hè? Terug mee, terug ook weer. Ja, hij is er niet mee eens. Oh. Vet, Bob. Ik wil wakker zelf filmen, zeg maar. Zo. Ja, daar gaan we, Hats. Tweede race, wat vind je ervan? Wat vind je van een game race? Hey, maar die force feedback is dus dat het stuur echt terugslaat als je zeg maar zo'n bocht maakt. Dat is fijn, dat is dat, fijn. Dat werkt gewoon niet. Wel, dat werkt niet. Die klopt niet, die feedback. Let it go, let it go. Oh. Ja. Oh. Nou, FIFA doen dus, want we hebben alle twee vandaag toch vrij super chill. En oh. Ja, wat doe je? Oh! Wow! Ik dacht dat hij zat. Ik ook, man. Ik zag hem de kruising in vliegen. Dus wat doe je dan? Ga je FIFA spelen, dan ga je kleren kopen. En dan ga je de Mediamarkt en dan ga je racen. Ja, we hebben niet zoveel om te doen vandaag. Dat is zoveel vrije tijd dat we gewoon niet weten wat we met onze tijd moeten doen. Dus we hebben net eten gekocht en dat gaan we zomaar even in de magnetron gooien. Want het wordt een magnetron melding. We hebben broodjes bij Paul. En oh, dat was zo dom. Ik was bij de Jumbo, was ik. En ik had dus twee frikandelbroodjes gekocht. Dacht ik, toen kwam ik buiten, keek ik naar dat ding. Zijn het kroketbroodjes? Daar had ik dus minder zin in, maar ja, ik ga ze even goed eten, want mijn buik die gaat bijna ontploffen. Dus dan ga ik die maar eerst even erin gooien. Weg! Dan kom op! Weg! Oh, even. Oh. Ja, dan kom eens op, man. Knal, die zit dol! Die zat bijna. Voor de mensen die FIFA spelen en kijken. Joris momenteel FUT Draven spelen, maar niet zomaar een wedstrijd. Dit is de finale. Mocht hij deze winnen, kan hij dus een 100k pakketje krijgen. En dat is echt vet. Maar ja, moet ja. Hij wel winnen natuurlijk. Ah! Prima combinatiespel. Oh!
knop erin! Knop erin! Ja! Ja, Bill, kom op. Knallen. Kom op. We gaan winnen. Ik kan toch niks met die lek, joh. 1-1. Oh. Missie. Kom op, wat kan je niks met die lek? Jawel. 2-2. Ja, om even snel wat op te nemen, joh, blijf bij mij even achter en daarna moet ik naar werk. Dus ik ga even snel aanlopen, ik heb mijn tas al ingepakt, dus dat scheelt. En dan ga ik nu naar de studio. Joh, tot zo. Yes, daar zijn we weer. Dames en heren. Ik ben echt gesloopt. Dat powernapje heeft absoluut niet geholpen. Ze zeggen altijd van wel, maar als ik dan... Dus je hebt toch van die afbeeldingen van... Wat je verwacht als je een powernap doet. En wat er echt gebeurt als je een powernap doet. Oh, er ligt mijn paspoort, die was ik kwijt. Meestal de realiteit in het plaatje. Dat is wat mij nu is overkomen. Ik ben echt kapot, maar ik heb ook wel veel gewerkt in de studio deze week. Eigenlijk iedere dag. Als ik niet op mijn andere werk hoef te zijn, ben ik in de studio. En dan kom ik thuis en dan ga ik een vlog editen. Of een vlog beginnen met opnemen, of dan ga ik nog mixen vanuit de studio. Dus ik moet vanavond moet ik echt op tijd gaan slapen. En dan kan ik morgen nog even er tegenaan. Oh. Moet ik even de camera neerzetten.